Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het is 8:30. Ik heb de kindjes klaar. Sammy die ligt te kruipen. En ik ga ze nou de jasjes aan doen en langzaam in de auto zetten. Zodat ik op tijd de kinderen weer op school heb. Want zowel Jordi en Liam die gaan vandaag naar schooltje. Waar ga jij heen? Oh, het gaat zo snel. Sam zit daar te spelen. Die krijgt zo zijn fruitje. We zijn heel eventjes nadat we Jordi en Liam hebben afgegooid even naar de winkel geweest. Want ik wilde heel graag deze halen. Want ja, dat is beter met filmen denk ik. En aangezien ik geen dure dingen uit ga geven eraan. Want ja, ik verdien er niks mee. Dus ja. Ook hebben we deze huge ass kussens gekocht. Hè Sam? Die komen op de bank te liggen. Dus ja. Oh, lekker. Maar goed, ik ga een fruitje maken voor Sammy. En knuffelen met Sam. Daar heb ik wel zin in. Nu die twee andere blagen naar school zijn, ga ik heel eventjes met Sam stukjes oefenen, want daar heb ik nu tijd voor. Ik heb banaan geprakt. En hij moet daar oefenen, hè. Kijk dat gezicht. Kijk zo van... Dan moet je kauwen, hè. Goed zo, banaantje. Gaat hier een stomme giraf weer aan. Nu even uitzetten. Oké. Lekker. Nog kauwen? Ik doe dat tussendoor wel meer hoor, oefenen ermee. Maar ik merk gewoon dat hij er ook echt aan toe is. Alleen moet hij daar nog gewoon goed onder de knie krijgen, hè? Ja, moet je onder de knie krijgen, hè? De reden waarom ik het zo geef in zijn loopstoel is dat hij, vind ik, in zijn loopstoel iets beter eet. Wat in zijn zitstoel. Ja, dan ben je iets actiever. Dus vandaar dat ik het hierin geef. We gaan even je grote broer ophalen, hè? Ja. Lekker even je grote broer ophalen. Ja. En dan gaan we lekker flesje drinken en naar bedje toe. Jee! We hadden dus die natnek opgehaald, onze Liam. En daarna ben ik helemaal vergeten te filmen. Maar het is weer ontwaakt. Weg. En dat is ook weer ontwaakt. Je gaat een beetje te snel, klein jongen. Je begint nu al te kruipen. Dit is niet de afspraak, hè? We hadden afgesproken dat jij klein zou blijven. Ja? Klein. Ja? Niet slim, hè? Nee? Je zou klein blijven. Jij zou niet gaan kruipen voorlopig. Je zou voorlopig nog even mini blijven. Het is niet de afspraak. Het is niet de afspraak. Hij drinkt nou zelf zijn fles. Deed hij nog niet eens toen hij een jaar was. Dat is pas daarna gaan doen. Pas nadat jij een jaar werd, wou je de fles zelf vasthouden? Nee, Sam wil dat nu al. Heb ik hem wel zelf geleerd, maar toch. Ik was er met Liam ook al zo laat mee bezig. Maar Liam dacht bij zijn eigen, nee mama. Jij doet Jordi verzorgen, mij ook. Nou.
Dit meneertje denkt bij zijn eigen, ik doe het zelf wel even. En als ik een speelgoedje ver weg leg, denkt hij bij zijn eigen, nee, je hoeft het niet terug te brengen. Of je hoeft het niet bij me te zetten. Ik ga het wel even halen. Ja. Liam, dit is oneerlijk. Dan heb ik daar geen baby meer. Ik ga even zijn luier doen en zorgen dat hij aangekleed is, zodat we zijn broer op kunnen gaan halen. Ja, stelletje grote jongens. Jullie zullen het vast al raden. We hebben deze grote bullenbak opgehaald. En hij heeft nou chippies, chipito's, stinkchips volgens Niels. En hij gooit het heel de bank door om vervolgens zijn mond vol te proppen. Hij krijgt zo drinken. Sammy heeft ook wat chippies. Die heeft ook chipito's. En dan ga ik daar jullie drinken geven. Ik moet nog even uploaden. Oh, helemaal vergeten. Ik ben ook gewoon hartstikke moe. Maar dat ga ik zo even doen. En ja, eten koken. Dan komt Niels weer thuis. Na het eten de jongens maar weer eens even in bad doen. Want de snotneuzen alom hier. Want ja, ik wil niet dat ze niet slapen omdat ze zo'n last hebben van hun snotneus. Dus lekker in een warme douche. Sam gaat in bad. Liam gaat in de douche. Jordi gaat in de douche. Dat is de situatie. En ik grap even een chippie. Lekker een half gekloven. Nat als chippie. Ja, dat is lekker. Lekker, chippies. Ja. Maar goed, ik ga heel eventjes die dingen allemaal doen. En ja. Zien waar het schip stand, hè. Klopt. Niet dat ik ga zingen, hoor. Want er zit ook een microfoonhouder bij. Maar ik heb hem er maar opgeschroefd. Maar daarvoor heb ik hem niet. Nee, want ik zit op dit moment heel vaak van... ik wil kookvideo maken. Of oh, dit zou wel leuk zijn om er een video van te maken of zo. En dan sta ik hier van, ja, maar mijn licht is niet goed. Is die opschutje? Moet je nieuwe? Dan sta ik vaak van, ja, het licht is niet goed of wat dan ook. En dan baal ik gewoon even ondertussen drinken maken voor mijn kind. En dan kan ik hier in huis wel een bouwlamp aanzetten, maar dat heeft gewoon geen nut. Dus ik zag dit bij de Action en ik dacht van, leg je er nou eens vanaf? Nee, dat dacht ik niet. Maar ik dacht wel van, nou, dat zou best nog wel eens slim kunnen zijn. Even achter mijn kind aan lopen. Liam, hier, moet je drinken? Ik dacht van, laat ik dit doen. Dus ik heb dit nou in elkaar geïnstalleerd. Dan gaan we eens even kijken. En then there was light. Ik moet natuurlijk nog wel allemaal uitzoeken wat het beste licht is, maar ik zie er op zich niet slecht uit, denk ik. Ik moet misschien ook nog eventjes de instellingen van mijn camera verstellen. Maar in ieder geval, mijn mooie features komen eruit, hoor. Maar volgens mij, juist, je kan hem zachter zetten. Dat moet ik hebben, ik werd een beetje blind. En volgens mij, wacht even, even spelen. Je kan er ook nog eens warm licht van maken. Dit is wit licht, wit met warm. Dit is gewoon wit. Nee. Ik denk wel dat ik het kan gaan gebruiken, want dan kan ik bijvoorbeeld dit zo zetten en dan kan ik alles op mijn aanrecht goed laten zien. Dus ja, dit is wat ik in ieder geval een beetje bedacht had. Ik wou eten gaan koken, maar ik dacht bij mijn eigen, Wendy, je hebt geen zin om eten te koken. Vandaag kook je niet. Ja. Dat betekent dat ik Niels daar gewoon langs de snackbar ga sturen. Want ik heb gewoon echt geen zin om te koken. Dus Niels, als je dit ziet, sorry. Het was voorbedacht. Maar ja, in ieder geval
Ja, dit is dus... ja, ik dacht het is wel makkelijk voor als ik video's wil maken. Want ik wil binnenkort bijvoorbeeld echte soep maken. En ja, dan wil ik wel laten zien hoe dat ik dat maak. En daar heb je gewoon een steuntje voor nodig. Want ik kan het moeilijk met één hand continu, hè. Dat gaat gewoon niet. Dus vandaar. Ik heb alweer lang geluld. Jullie snappen best wat mijn bedoeling hiermee is. En ja. Dat dus. Ga ik verder met mijn kindjes. En niet koken. Wat heb jij gedaan? Nee. Er is niks aan de hand. Wat heb jij net gedaan? Heb jij gedoucht? Samen met Lee. Met. Oh, samen met Sammy. Kom bij mama. Je hebt samen met Sammy gedoucht. Ja. En dit je ruzie maken, hè? Want je wou het badje in en daar zit Sam al. Ja. Sam krijgt nu de fles. Je hebt je flesje al gehad. En daarna gaan papa en mama even Jordi doen. Maar heb je toch met het achterover hangen, joh? Niet helemaal achterover te hangen. En dan ga je zo naar bedje toe. Dan ga je lekker slapen. Nee. Dan ga je lekker slapen. Hey, mama. Samen met Sam helemaal nat gemaakt. Mama was helemaal nat de broek. Moest pyjama gaan doen, nat shirt. Ja. Die zwaaien tegen iedereen, zeg je daar. Die zwaaien, zeg je daar. Doe me zo, ma. Doe dan, handkusje. Doe zo. Ja. Goed zo. Ja, doe jij een handkusje geven. Nou, dat is dus voor iedereen. Als wij daar Jordi geholpen hebben, gaan we hier opruimen. Stofzuigen dweilen en zo. En dan is het ook weer een keer tijd om naar ons nestje te gaan. Goedemorgen. Sam en Jordi zitten samen te spelen met de politieauto van Jordi. En Jordi doet heel voorzichtig voor Sam. Zo schattig. Liam ligt lekker te luieren. En ik ga mezelf maar even aankleden. En dan de kindjes. Hi Jordi. Nou is hij de beu. Nou rent hij bij zijn eigen naam, ben ik weer aan de beurt. Ik was al voorbereid. Nou, ik heb mij even aangekleed en gefascineerd. En kom beneden. Daar staan ze hoor, de drie eenheid. Daar liggen ze, staan, wat je ervan wil maken. Ik ga even de kindjes aankleden. Wat is het? Ik ga de kindjes aankleden. Want de visio komt dadelijk. Ik ben vandaag Mickey Mouse. In mijn mooie peksje. Dus ja. Ik heb kleding voor de kinderen. Dus dat gaan we even doen. Ik was Sam kwijt. Sammy, wat ben je aan het doen? Als hij geen zin krijgt, zijn zin niet krijgt. Hallo!
Nee, dat hoeft niet. Ik ga eruit drinken. Wat goed van jou. Nou, en dan is het nu tijd om brood te eten. Jordi, zijn bord staat echt hier. Want als ik hem bij Liam in de buurt zet, dan is hij leeg. Ja, Jordi, dat is niet de bedoeling, hè? Alsjeblieft. En ook Sammy heeft brood. Lekker, hè? Ja, het is lekker met appelstroopje, hè? Ja. We hebben hier vanochtend fysio gehad, maar Jordi heeft niet gelopen. We hebben meer gebabbeld, want ik kreeg telefoon van Niels dat Maatbril eerder kwam. Maatbril, die hebben een scan gemaakt van Jordi's hoofd. Werkte niet helemaal mee, maar goed, hè. Ze zijn hier geweest en ik heb een montuur uitgezocht en ik heb wat ik wou, heb ik laten weten. Alles is verder nou geregeld. Hij gaat dus nog een beetje informatie opsturen. En dan gaat Jordi een andere bril krijgen. Dus daar zijn we nu mee bezig. En nu gaan we eten. Ja, we zijn al aan het eten. Ja, Jordi, we zijn al aan het eten. Dat klopt. Onder het genot van Boomba. En hier eet er eentje alsof hij nooit eet. Heb je hem op, Sam? Ik heb Jordi en Liam al in bed liggen. Sam gaat zo ook naar bed. Die heeft net ook zijn fles op. En ik weet het niet hoor, maar ze zeggen wel eens vrouwen kunnen tegelijk ongesteld worden. Volgens mij kunnen mannen ook gewoon synchroon poepen. Ze scheidt hier gewoon alle drie tegelijk. En dat is niet de eerste keer, hè? Dat is vaker. Dus volgens mij kunnen ook mannen in één huishouden tegelijkertijd alles zo laten lopen. Alsof er eentje zegt, nu gaan we doen. Ja, ik had er net drie tegelijk. Ja, stinken jongens, stinken. Ugh. Maar goed. Als het eruit moet eruit. Dat sowieso. Maar die geur, jongen. Elk kind hier heeft ook zijn eigen specifieke geur. Net zoals dat ik mijn eigen specifieke geur heb. Niels dat heeft, iedereen heeft dat. Maar, er waren drie specifieke geuren door elkaar. Dat is niet aan te raden, kan ik je vertellen. Niet dat ik ziek word of zo ervan, maar lekker is anders. Ik heb wel eens lekkerder spul geroken dan schijt. Oh, picknick is ook nog even langs geweest. Ik heb nog even een paar spulletjes besteld, zodat ik de komende drie dagen in principe niet naar de winkel moet. Ik ga morgen wel heel eventjes een broodje voor Leo halen bij de bakker. Die zit hier een 100 meter verderop of zo. Ik heb nog niet eten gemaakt. Ik dacht, ik heb geen zin. Dus dat doe ik dadelijk wel. Op mijn gemakje. Als de kinderen weer wakker zijn. Ik heb nu geen moed, hè. Ik hoef nu niks. Op een bepaalde tijd moet ik wel eten hebben. Maar tijd genoeg. Maar ik ga even mijn boodschapjes opruimen. Er zit ook voor Jordi zijn tractatie voor volgende week in, want hij is 5 december jarig. En daar zit natuurlijk tractatie ook nog bij. Dit omdat ik... hij is 5 december jarig, hij tracteert volgende week dinsdag. Omdat dan alle kindjes eigenlijk wel enigszins bij hem in de klas zitten. Op maandag zijn er een aantal kindjes niet en op woensdag ook niet. Dus... ja, ik zeg dan doen we het wel op dinsdag tracteren. En dan heeft hij gelijk getrakteerd. Dus ik ga heel eventjes alles uitpakken en opruimen. En dan, ja, dat is, ik ben moe. Het is allemaal ontwaakt hoor.
Ze liggen allemaal een flesje te drinken. Liam net de drama queen. Moest ook een fles. Dan krijgt hij een fles. Ben ik niet moeilijk in. Ik vind het gewoon niet mouwen, maar ja. In ieder geval, hij heeft ook een fles. Dat doe ik normaal niet snel. Maar vanaf het moment dat hij wakker is, tot aan nu, is hij aan het schreeuwen en het janken geweest. Dan maar fles. Veel plezier ermee. Ik heb hier geen zin in. Zit je lekker, Jordi? Ik ben wel mijn beentjes aan het trainen, hoor. Jordi vindt het hartstikke lekker als je met je voeten zit te vervelen. Even mijn voeten vetten. Ja, je ligt hier lekker? Ja, alleen vind ik het wel te voelen in mijn benen. Maar dan moet ook weer iets doen, hoor. Oh, je bent ook erg. Het is weliswaar een hobbyfoto, maar ik denk dat u toeval in het spel is heeft geplaatst. Je hebt niet gewoon weg, overgedragen. En je hebt het allemaal van tevoren uitgedokken. Ik kan je niet omhoog trekken, hè? Dat gaat goed. Nee. Hij heeft zijn eigen maar omgedraaid. Hij doet nou de rug vlak. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frank Energie. Energie tegen inkoopprijzen. Het leeft nog. Ik was even pyjama's aan het pakken voor de kinderen. En ik kom beneden. En ik hoor hem allemaal tegen Liam bezig. Maar ik wist dus niet wat er was gebeurd. Papa, waar is Liam? Weet niet. Hij zou in ieder geval niet meer lastig. Je hebt hem in ieder geval niet gestraft. Nee, maar ik heb een keer last van. Liam, wat doe jij daar? Liam, wat ben je daar aan het doen? Wat een huishouden. Het is hier nog één grote bende. Ik moet nog eventjes opruimen. Ik ga het zo ook doen, hoor. Maar ik heb even zin om iets te doen. Iets wat niet met opruimen te maken heeft. Ik ga Jordi tractatie cadeautjes even inpakken. Voor school. Niet dat hij dat nu nodig heeft. Maar ik heb gewoon zin om dat te doen. Dus dat ga ik even doen. Kijk, weet je wat het is? Bij Jordi zijn drie juffen. Dus ik heb voor de drie juffen heb ik wat. Er zijn zes kindjes. Dus ik heb voor alle zes kindjes wat. Jordi zit daarbij natuurlijk. En ik heb nog een zak pepernoten extra erbij gedaan. Want het is niet alleen de juffen en het zijn niet alleen de kindjes. Maar er zijn meerdere mensen die op de groep komen. En ja... Dus ik heb een zak extra pepernoten erbij gedaan voor op de groep. Zodat, mocht de fysio binnenlopen, dan kan ze lekker pepernootje pakken. Mocht de logo binnenlopen, kunnen ze lekker pepernootje pakken. Het is om het even. In ieder geval, dat is hoe ik het nou heb gedaan. En ik zal even het resultaat laten zien. Hier heb ik alles voor de kindjes. En hier heb ik alles voor de juffen. Ik heb dan op een kaartje heb ik dan
Heb dat dan aangemaakt. En ik heb een zak extra pepernoten. Dus ik heb dit alvast klaarstaan. Niels. Ja? We gaan afsluiten. En naar bed. Ja, we hebben opgeruimd, kindjes slapen. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.